hebben we een ontzettende fijne dag. Iedereen heeft er zin in, mouwen opgestroopt, poetsen, wieden en de tuin is weer klaar voor de, voor de lente. Bollen komen uit en nou ja, het is gewoon een hele leuke dag. We gaan nu direct lekker lunchen. En u bent van het Ronald McDonald te huis? Ik ben vrijwilligster. Toen ik stopte met werken, leek mij dit een ontzettend leuke uitdaging om vrijwilligster in de tuin te worden. Ik ben een tuinfreak, dus het is, ik vind het heerlijk om in de tuin te werken. Ja, maar kunt u even vertellen wat het Ronald McDonald te huis is? Oh, heeft Nancy de manager? Ja, nee, maar ik vraag dan nu, wat is het Ronald McDonald te huis? Wat doen ze? Het Ronald McDonald huis is een hotelfunctie voor ouders die een ernstig ziek kind hebben die verpleegd worden in het LUMC. Ja, en nog meer? We vinden hier een huis ver van huis, dat is de slogan. En zodra ze in de tuin komen, zijn ze een beetje van al het... emoties blijven wel, maar je ziet dat ze eventjes daar vrij van komen. En die genieten dus ook heel erg van de tuin. We hebben allerlei leuke plekjes en waar ze of met een aantal andere ouders kunnen zitten of alleen kunnen zitten. En daar genieten de ouders van. Oké, okay, bedankt. Ja, graag gedaan. En Helma Baart? PvdA afdelingsbestuurslid, wat doet u hier? Ik doe mee aan de NL Doet dag. En wat is de NL Doet dag? Nou ja, dat je als vrijwilliger een dagje helpt, in dit geval bij het Ronald McDonald huis. En ik heb niet in dit gedeelte geholpen, maar het dakterras in het LUMC zelf. En daar hebben we de grond met een hoge druk spuit schoongemaakt. We hebben speelapparaat schoongemaakt, we hebben bakken gevuld met plantjes. En het ziet er weer heel fris uit, waarvan je het idee krijgt dat kinderen het ook weer leuk vinden om daar naar buiten te gaan, alle kleuren door elkaar. Het is een huiskamerproject, hè? Ja. In het ziekenhuis. Ja. Ja. Dus daar hoop je eigenlijk alleen maar te komen met dit soort gelegenheden, om heel eerlijk te zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, het was leuk. Oké. Okay. U bent? Marion van Dongen, ik ben raadslid van de Partij van de Arbeid. En wij zijn hier bij de Ronald McDonald Huis vandaag in het kader van Nederland Doet. Ieder jaar zoeken wij met de Partij van de Arbeid een speeltuin uit. En dit jaar is het geen speeltuin geworden, maar wel eigenlijk iets vergelijkbaars. Namelijk de tuin, daktuin in het LOC en de tuin hier bij de Ronald McDonald Huis. En we zorgen dat het voorjaar klaar is. Dus we hebben al tuinmeubel gedaan. We hebben al een... heel hok schoongemaakt, gepoetst. En we gaan nog En wat is Ronald McDonald te huis? En dat is een huis waar ouders en broertjes of zusjes van kinderen die in het LMC liggen, tijdelijk kunnen verblijven om gewoon zo dicht mogelijk bij hun kind te kunnen zijn. En sommige kinderen die hebben behandelingen van 3 weken tot 3 maanden. En dan kunnen ze op die manier hebben ze een eigen kamer hier. En ze kunnen hier eten, ze kunnen hier zelf eten klaarmaken. En dan hebben ze gewoon de gelegenheid om gewoon dag en nacht bij hun kind te zijn. Maar ook af en toe even hier de rust te nemen om eventjes samen bij te komen. Oké, okay, Scheffer, kunt u zeggen wat u hier doet bij het Ronald McDonald te huis? Ja, het is vandaag vrijwilligersdag en al doet dag en daar doen we natuurlijk aan mee. Dus vanochtend zijn we bezig geweest in LUMC daktuin. De daktuin van, dat heet de huiskamer van het Ronald McDonald huis in het LUMC. Hebben we de daktuin zomer klaargemaakt. Dat wil zeggen dat... de hele daktuin waar kinderen zich kunnen vermaken, helemaal schoongemaakt is. Alle speeltoestellen zijn schoongemaakt, de vloer is schoongemaakt. Er staan weer nieuwe plantjes, bloemetjes in. Het ziet er allemaal wel hartstikke leuk uit. En vanmiddag gaan we hier in de tuin bij het Ronald McDonald huis wel doen. Perfect. Ja. Bedankt. Wie bent u? Ik ben Roxanne Hiens, lid van de Partij van de Arbeid. En ik ben hier voor Nederland Doet. Dus ik ben hier vrijwillig een beetje bezig om de tuin aan te pakken. Zodat de kindjes straks in de zomer lekker in de tuin kunnen zitten met hun ouders. Ja. Oké. Okay. En ik heb heel veel geharkt en heel veel gedaan. Dus hopelijk staat het er straks een beetje mooi bij allemaal. Oké, okay, bedankt.
even kijken naar de camera. Oh ja, dat is Roelof van Laar, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik ben Esther Kars, raadslid voor de PvdA van de gemeente Leiden. Ja, en wat doet u hier? Ik ben hier letterlijk de bamboe aan het snoeien. We zijn hier in de tuin van het Ronald McDonald's Huis in Leiden. Dat is vlakbij het Universitair Medisch Centrum, het ziekenhuis. Hier kunnen 19 gezinnen onderdak vinden waarvan de kinderen ziek in het ziekenhuis liggen. Mensen die ver van Leiden afwonen en toch dicht bij hun geliefden willen blijven. Fantastische instelling, drijft volledig op vrijwilligers en donaties. En daar halen we graag een dagje de handen voor uit de mouwen om hier te helpen. En u bent raadslid voor de Partij van de Arbeid. Klopt. En wat is de link met de gemeenteraadsleden die iets doen en de Partij van de Arbeid? Ja, nou ja, in mijn geval is de link denk ik het duidelijkst. Ik heb zorg en welzijn in mijn portefeuille. Dus dit soort instellingen in de stad draag ik een warm hart toe, ook al vanuit mijn portefeuille. Maar eigenlijk elke PvdA draagt dit een warm hart toe. En daar zetten we ons graag voor in. En ik las net op Twitter dat u een amendement heeft ingediend bij een of ander raadsdebat. Ja, klopt. Kunt u me vertellen waar dat over gaat? Want ik ben maar een buitenstaander, ik begrijp dat allemaal niet. Ja. In Leiden hebben we een opvangpunt voor daklozen. We hebben een hele groep verslaafde daklozen, mensen die langdurig verslaafd zijn. Daar is nu een gebruikersruimte, is afgelopen donderdag besloten door de raad, komt er gebruikersruimte voor. Dat betekent dat die mensen vanuit onmenselijke omstandigheden buiten eindelijk onder dak zijn. Dat ze bij toegang krijgen tot hulpverlening. Alleen één ding was niet geregeld. De mensen hebben meestal ook geestelijke gezondheidszorgproblematiek. Het huidige kabinet heeft daar een eigen bijdrage voor bedacht van 200 euro. Dat zijn de mensen die in de psychiatrie zitten. Heel veel van deze daklozen zijn ook psychiatrische patiënten. En die moeten dan een eigen bijdrage gaan betalen van de regering? Die moeten een eigen bijdrage van 200 euro betalen. Nou, u kunt begrijpen dat daklozen dat geld niet hebben. En om nou te zorgen dat ze niet buiten die zorg vallen, hebben wij een abonnement ingediend met een reservering van een potje geld. Dat als zij het zelf niet kunnen betalen, dat de gemeente dat voor ze kan betalen. Maar hoe lang kan de gemeente dit volhouden? Ja, dat is een hele grote vraag. Geldt ook voor andere minima overigens die hetzelfde probleem hebben. De gemeente kan dat niet heel lang gaan volhouden. De gemeente heeft gewoon een bepaald budget. En we moeten weer een andere oplossing vinden als dat budget er weer door is, als het op is. En stel dat het budget op is en u kunt die eigen bijdrage voor deze daklozen niet meer betalen en deze psychiatrische patiënten. Wat denkt u wat er dan gebeurt met deze mensen? We krijgen door deze maatregel een tweedeling in onze maatschappij. Omdat de rijken wel gebruik kunnen maken van gezondheidszorg en de armen niet. Het is natuurlijk schandalig wat we niet willen. Dus laten we hopen dat het kabinet snel valt en dat er een normaal kabinet komt die ook voor de mensen die het moeilijk hebben kan opkomen. En als het niet kan, dan moeten wij als gemeenteraad kijken waar onze prioriteiten liggen. En we moeten in ieder geval in Den Haag aan blijven kloppen, want dit mag niet. Oké, dank u wel voor uw bijdrage.